Op veel plaatsen in ons land starten we met bewolking, zoals ook hier op het satellietbeeld is te zien. De grens van de bewolking ligt zo'n beetje ter hoogte van de Maas, alles ten noorden daarvan start grijs. Ten zuiden van die lijn, daar is de zon flink te zien. In de loop van de ochtend wordt dat gebied met bewolking van het zuiden uit steeds verder aangevreten door de zon. Uiteindelijk breekt dus ook de zon op steeds meer plaatsen door. Alleen in het noorden gaat het nog behoorlijk hardnekkig zijn. De temperatuur uiteindelijk zo'n 21 graden in het noorden van het land vanmiddag, tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Daarbij een meest matige wind in het noordoosten, kracht 3. Op hoogte wordt warme lucht aangevoerd, dat betekent dat het vannacht toch niet heel snel afkoelt. Vanavond dan ook nog hoge temperaturen van ruim boven 20 graden. De wind neemt nog niet zozeer in kracht af. Morgen wordt ook met een Zuidoostenwind de warme lucht en de grond aangevoerd. Hoge temperaturen dan. Veel zonneschijn en maximaal landinwaarts lokaal tot 34 graden. In het noorden-noordwestelijk kustgebied blijft het ietsjes koeler. Zondag wordt met een Westenwind weer wat koelere lucht aangevoerd. Mogelijk dat het langs de oostgrens nog tropisch warm wordt. Op het strand wordt het dan nog rond de 20 graden. Na het weekend blijft het kwik wat lager. Is er meer bewolking en neemt ook de kans op een enkele bui toe. Ik ben Wilfred Jansen en ik wens u nog een hele fijne dag.